Welkom bij deze instructievideo over restaurant L-Series. Mijn naam is Veerle. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je het kassasysteem kan inrichten voor hotels. Ik geef jullie vandaag een rondleiding door de meest belangrijke functionaliteiten. We beginnen met de interface van de iPad en vervolgens schakelen we over naar de backoffice. Lightspeed is een cloud-gebaseerd kassasysteem, compatible op een iOS tablet. Dit kan een iPad, iPod of iPhone zijn. Hier vind je een overzicht van al je medewerkers. Het voordeel van al je medewerkers een eigen account geven, is dat je met rechten kan werken. Je kan je medewerker laten in- en uitklokken, zodat je de uren kan registreren. En je kan precies terugzien wie wat heeft verkocht in de rapportages. Medewerkers kunnen toegang krijgen tot het vloerplan via de gebruikerslogin of via de pinlogin, waar ze kunnen inloggen met een unieke code. Rechts onderin kunnen ze zichzelf in- en uitklokken, waarna ze hun dag kunnen starten. Welkom in het vloerplan van Lightspeed. Het is mogelijk om meerdere ruimtes toe te voegen aan je kassasysteem. Linksboven kun je verschillende vloeren selecteren en op deze manier gemakkelijk wisselen van ruimte. Rechtsboven kun je via editeren het vloerplan erg makkelijk aanpassen, waardoor je flexibel kan zijn in je indeling. We kunnen tafels verschuiven en eventueel nieuwe tafels toevoegen. De witte tafels die je ziet zijn vrij. Bij de groene tafels is een bestelling opgenomen en bij de rode tafel is om de rekening gevraagd, maar nog niet daadwerkelijk afgerekend. Daarnaast zijn een aantal tafels voorzien van een klokje. Dit is een instelling. Het is bijvoorbeeld mogelijk om na 15 minuten inactiviteit een klokje weer te geven, zodat je medewerkers een reminder krijgen om nog eens te vragen of alles naar wens is. Laten we nu een koppel wat zojuist binnenkomt een tafel toewijzen. Klik op de juiste tafel. En rechtsonder kunnen we aangeven met hoeveel personen ze plaatsnemen. Hier vind je het menu wat je zelf kan aanpassen vanuit de backoffice. Onderin vind je de categorieën waar je makkelijk doorheen kan navigeren. Wanneer we een product langer ingedrukt houden, komt er een afbeelding met een beschrijving naar voren. Dit product kunnen we aan de bestelling toevoegen. In dit geval wordt er gevraagd om een toevoeging, of we brood met kruidenboter of een soepstengel zouden willen toevoegen. Ook kunnen we hier met een upsell werken. Je ziet dat er 1 euro extra wordt gerekend voor het brood met kruidenboter. Daarnaast kunnen we ook per zitplaats bestellingen opnemen. Door de juiste zitplaats aan te tikken, kun je daar de juiste gerechten aan koppelen. Het is ook mogelijk om op basis van menus te werken. In dit voorbeeld zie je een zomerkeuzemenu, waaruit de gast een keuze heeft tussen 3 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 3 nagerechten. Dit kan een keuzemenu zijn, maar ook een vast menu. Op het moment dat de bestelling compleet is, kunnen we rechtsboven op stuur drukken en eventueel de gangen of verslepen. Afhankelijk van je instellingen worden de gerechten naar de keuken gestuurd en de drankjes naar de bar. Wanneer de gasten klaar zijn voor de volgende gang, kun je de juiste tafel selecteren. Rechtsboven kun je op de gang filteren en vanuit daar de juiste gang doorvragen in de keuken. Wanneer de gasten lekker hebben gegeten en naar de rekening vragen, kunnen we eerst een tussenrekening afdrukken. Je ziet hier dat de tafel rood kleurt. Vervolgens kunnen we de betaling doen. In het geval van een hotel kunnen we de rekening netjes op kamer zetten door op Book on Room te drukken. Hier kun je de gast op kamernummer zoeken of op naam. De betaling wordt nu netjes doorgestuurd naar het PMS-systeem. Tot slot kan de klant fooi toevoegen en een handtekening plaatsen ter bevestiging van de verkoop. Naast de mogelijkheid om de betaling op kamer te zetten met een geïntegreerd PMS-systeem, bieden we ook andere opties aan. Zoals bijvoorbeeld de standaard opties pinnen of contant betalen. Maar het is eventueel ook mogelijk om de rekening te splitsen in gelijke delen of op basis van geselecteerde items. Of om één zitplaats af te rekenen. Hier kun je een zitplaats kiezen. En vervolgens kunnen we de betaalmethode ingeven. In dit voorbeeld wordt er bijvoorbeeld 1 deel in cash betaald en 1 deel wordt er gepind. Vervolgens zie je dat de rekening op links nog open blijft staan. En daar, die kunnen we ook nog apart afrekenen op eventueel een andere methode. We bevinden ons in de backoffice van Lightspeed L-Series. Hier vind je het dashboard waar je dagelijks kan bekijken wat de huidige omzet is. Links vind je de navigatiebar. Vanuit hier kun je naar verschillende onderwerpen navigeren. Rapporten. Hier vind je de rapporten voor een goed overzicht van je verkoop.
Zoals je ziet bieden we verschillende rapporten aan. Kastickets geven informatie weer over de rekeningen in het formaat van een tabel, staaf en taartdiagram. Het werkrapport geeft de in- en uitloptijden van de gebruikers weer. Je kunt ook de in- en uitloptijden van de gebruiker bewerken en eventueel het uitloggen van andere gebruikers dwingen. Rechtsboven, geldt voor alle rapporten, kunnen we een periode aanduiden van wanneer we informatie willen zien. Uur, dag, week en maandrapporten laten zien wat de omzet is van een specifieke periode. Als voorbeeld neem ik een export van het dagrapport, die je eventueel dagelijks zou kunnen ontvangen via de e-mail of vanaf de iPad zou kunnen afdrukken. Hier zie je een export in PDF. Je ziet ten eerste je totale omzet, uitgesplitst in verschillende omzetcentra's. Zoals de baromzet en bijvoorbeeld je TKW-omzet. Vervolgens zie je totale omzet met eventuele kortingen die zijn gegeven. Je ziet het BTW hoog, laag. Vervolgens zie je hoe er is betaald, dus wat er aan cashgeld is binnengekomen, wat er is gepind en wat er eventueel op andere manieren is betaald. Vervolgens zie je een void summary. Vanuit hier kun je precies zien hoeveel tickets er geannuleerd zijn of verwijderd zijn uit de kassa. Tot slot hebben we hier een overzicht van de verkoop. Per categorie kun je precies zien wat je hebt verkocht, de hoeveelheden en de totale omzet. De productrapporten geven de producten weer gesorteerd van best tot slechts verkopend. Een staafdiagram met de top 10 van best verkopende producten en een taartdiagram met de top 10 producten op basis van omzet. Het categorierapport geeft de totale omzet per categorie weer in een staafdiagram. Tot slot bieden we geavanceerde rapportages aan. Het biedt eenvoudige, aanpasbare en uitgebreide meetgegevens voor gebruikers die gedetailleerde informatie wensen over hoe een restaurant presteert. Het is een extra module die op uw LiveSpeed-account ingeschakeld moet worden. Vanuit het scherm Gebruikers in Restaurant Manager kun je voor iedere medewerker een gebruikersaccount toevoegen, bewerken en wissen. Je kunt ook gebruikersgroepen aanmaken om de verschillende niveaus van toegang tot LiveSpeed Restaurant van uw werknemers snel te sorteren. Om individuele gebruikerstoelatingen aan te passen, kunt u hun persoonlijke gebruikersrollen bewerken. Vanuit hier kun je ook een naam en gegevens invullen, eventueel een wachtwoord en eventueel een vloerplan en een tafel toekennen. Hier heb je een overzicht van de gebruikersgroepen. Je ziet dat hier bijvoorbeeld onderscheid wordt gemaakt tussen de manager, de ober en eventueel een student of parttimer. Vanuit de producten kun je de gehele menukaart organiseren. Categorieën organiseren uw producten in logische groepen, bijvoorbeeld voorgerechten en hoofdgerechten. We maken onderscheid in standaardcategorieën en snelkoppelingscategorieën. In een snelkoppelingscategorie worden producten gegroepeerd uit standaardcategorieën. U kunt bijvoorbeeld best verkopende producten groeperen tot een shortcut-categorie. De producten worden ingedeeld in categorieën en kunnen gecombineerd worden om bijvoorbeeld een keuzemenu te maken. Via plusproduct kunnen we gemakkelijk een product toevoegen. Hier geef je de naam van het product in en LiveSpeed creëert ten alle tijde een PLU-code. Eventueel kun je een afwijkende keukennaam ingeven en een prijs. Tot slot is het mogelijk om een afbeelding, beschrijving en btw-tarief toe te voegen. Geplande gebeurtenissen worden gebruikt om vooraf gedefinieerde kortingen op producten of categorieën vast te stellen. Zo kun je bijvoorbeeld op vrijdagmiddag tijdens Happy Hour je drankjes met 20% korting verkopen en wordt de korting automatisch toegepast. Toevoegingen zijn groepen van items die aan producten of categorieën toegewezen worden, waarmee je meer details aan de bestelling kunt toevoegen. Zoals bijvoorbeeld aangeven hoe het vlees gebakken mag worden of welke toppings er op de pizza mogen. Aan toevoegingen kunnen positieve of negatieve prijzen gekoppeld worden om de totale prijs van een product te veranderen. Menus. Deze functie laat het toe om gespecialiseerde menus te creëren die uit verschillende categorieën bestaan. Je kunt wisselen tussen menus in restaurant POS. Dit geeft je de mogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde menus op bepaalde tijdstippen of in een bepaald gedeelte van je zaak. In LiveSpeed Restaurant worden vloeren gebruikt om je tafels in groepen te organiseren.
Vloeren kunnen gebruikt worden om de actuele layout van uw restaurant weer te geven of om uw tafels te organiseren in verschillende groeperingen omwille van het gebruiksgemak. Je kunt zelf een achtergrond, kleur van de tafels, etc. toevoegen. Het is helemaal te customizen naar je eigen wens. Printers kunnen op verschillende manieren worden gebruikt binnen Lightspeed. Een keukenprinter kan bonnetjes printen van bestelde gerechten en een kastticketprinter kan de rekening afdrukken voor de klanten. We werken met printerprofielen in Restaurant Manager voor iedere fysieke printer in uw restaurant. Bijvoorbeeld bouwprinters, keukenprinters of kastticketprinters. Als u 4 unieke printers in uw restaurant hebt, dan moet u 4 printers in de Restaurant Manager geconfigureerd hebben. Je kunt aan iedere categorie een andere printer koppelen. Tot slot komen we aan bij de betaalmethode. Vanuit hier kun je verschillende betaaltypes configureren, zoals bijvoorbeeld cash, cadeaukaarten, etc. Ook hebben we een speciale module voor je cadeaubonnen. Hier zie je precies je verkochte waarde, de gebruikte waarde en de waarde die nog uitstaat aan cadeaubonnen. Tot zover even een korte introductie over Restaurant L-Series. Voor meer informatie kun je contact opnemen met jouw accountmanager en voor nu wens ik je een hele fijne dag.